Tanja, fijn dat we even met z'n tweeën om de tafel zitten. Ja, hartstikke fijn. Ja. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Er is iets waar ik het met jou over moet hebben. Oh? Ja, kijk. Als ik jou zo aan het werk zie, hè? Op je kamer, hè? Dan zie ik jou zo bezig. En dan zijn er van die dingetjes dat ik denk... Dingetjes? Ja, van die kleine dingetjes. Ik weet niet precies hoe ik het onder woord. Nou, laat ik het dan anders proberen. Ik maak het even concreet. Ja. Als jij zo aan het werk bent... Mm-hmm. Ik zeg niet dat het fout gaat. Ik zeg niet dat het fout gaat. Nee. Maar dan zie ik vaak dat je kiest voor manier I. Hè? Laat ik het even specifiek noemen, manier I. Terwijl, je kan ook eens kiezen voor manier X. Manier X is ook een mogelijkheid. Maar je hebt de neiging om altijd voor manier I te kiezen. Nou, dat begrijp ik wel, maar je moet bedenken, en dat geldt voor iedereen, ook niet alleen voor jou, dat ja, als je iets op een bepaalde manier doet, dat niet per se de enige juiste wijze hoeft te zijn. En dat wil niet zeggen dat het fout gaat. Ik zeg niet dat het fout gaat, hè. Ik zeg niet dat het fout gaat. Maar je kan ook eens een andere aanpak kiezen. Bijvoorbeeld X in plaats van Y. Dat wilde ik dus eigenlijk zeggen. Snap je een beetje... waar ik naartoe wil. Nee. Ik snap niet wat je bedoelt. Ja. Aanpak ei. En... dus? Vind je het zelf ook niet een beetje vaag? Een tijdje geleden hoorde ik jou aan de telefoon praten met iemand. En Anja, toen dacht ik echt, nee. Nee, zo gaan wij hier niet met elkaar om. Zo gaan wij niet met elkaar communiceren. Wat zei ik dan? Wat deed ik dan? Wat was er? Nou goed, ik weet niet meer precies wat je zei. Maar de toon was echt... je maakte die anderen net niet voor rotte vis uit. Het ging echt heel erg over de lijn van wat ik acceptabel vind. Wanneer was dat dan? Goed, kijk, weet je, ik loop hier ook al een tijdje mee rond. Hè. Het is voor mij ook niet makkelijk om dit terug te koppelen. Maar het was vlak voor kerst ongeveer. Ja, vlak voor kerst. Voor kerst? Ja. Toen was ik met zwangerschapsverlof. Ja, kerst 2 jaar geleden. Nou, het hoge woord is eruit. Het voelt wel goed. Een feedback is een cadeautje. Dus voelt het voor jou ook goed? Ik ben op een cursus geweest feedback geven. Ja. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ben